Goedemorgen en welkom bij Coffee Break, het programma waar wij even een pauze nemen voor een kopje koffie met de interessante vrouw natuurlijk om een lekker babbeltje te maken. Dit programma komt tot u met de complimenten van Mico en Puro Koffie. En vandaag ben ik dus op de hoek van de Alberga en de Gravenbergstraat bij Delish, waar je terecht bent voor de lekkerste broodjes en een lekkere kop koffie en natuurlijk ook een lekker gebakje, want dat hoort erbij. Nou, vandaag heb ik een koffiebreak samen met Danielle Bergwijn. Hallo! Goedemorgen! Welkom erbij. Thank you. Goed opgestaan vanmorgen? Helemaal goed. Met lekker. Een kopje koffie? Altijd. Altijd. Danielle, vertel. Begin jij je dag, elke dag, ja, met een kopje koffie? Ik verheug me 's avonds op een kopje koffie 's morgens. Zo super! En waarom moet dat? Ik vind koffie gewoon heerlijk. Ja. Koffie is net als wijn. Twee dingen waarvan ik hou. Koffie en wijn. Ja. Super! Hoe drink jij je koffie? Ik drink mijn koffie super sterk. Mm-hmm. Met wat slagroom. Maar slagroom zonder suiker. Dus ik klop het meestal zelf op. Ik heb een apparaat thuis en dan drink ik zo mijn koffie. Zoals je hem dus nu hebt. Ja, dit is fantastisch. Dit is lekker. Ja hoor. Oké, dan gaan we hem even voorbereiden. Ik moet suiker erin. Super! En ik sta 's morgens mijn dag ook met een kopje koffie hoor. Ja. Altijd. Zeker, dat moet. Nou, ik drink tussen de dag door ook nog koffie. Ik hou echt van koffie. Dus op mijn kantoor heb ik ook een apparaat. Mijn man heeft me een apparaat gegeven. En het ruikt heerlijk naar koffie, dus men begrijpt het meestal niet. Nee? Vooral rond 4 uur, dan denk men van, oh, koffie nu? Maar ik vind het heerlijk. Het is dus tijdens je werkzaamheden kan je eigenlijk gewoon even stoppen, even alles gewoon stopzetten en een kopje koffie halen. Dan geniet ik ervan, dus ik ben blij met deze break. Nou, je man weet in ieder geval waarvan je houdt. Zeker. Een beetje soetouwen met een kopje koffie. Oei. Oké, lekker hè? Heerlijk. Nou, Danielle. Jij start je dag met koffie. Ja. Door de dag heen drink je ook koffie. Yes. Dat wil zeggen, je bent een busy woman. Ja, ik ben inderdaad druk. Ik weet dat Danielle eigenlijk na 20 jaar, al 20 jaar woont in Suriname. Klopt. Ik heb hem goed gezegd, toch? Klopt. Ja. Danielle woont al 20 jaar in Suriname. Mm-hmm. En ze is ook heel erg goed in de branche waarin ze nu zit. Mm-hmm. En je hebt ervaring opgedaan. Ja, zeker. Dus ik woon sinds 99. Woonde ik in Nederland. Ik ben met mijn 18 naar Nederland gegaan. Ik ben vervolgens dan in 99 teruggekomen. En ik had altijd een gevoel van heimwee naar Suriname. Men zegt altijd dat als je eenmaal in Suriname hebt gewoond en geleefd en je gaat weg, dan blijft een of ander gevoel kriebelen in je onderbuik. En het is waar. En om die reden ben ik eigenlijk na mijn studie, ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd, ben ik dan naar Suriname geremigreerd en vervolgens dan in een branche gerold waar ik niet verwacht had dat ik daar überhaupt in zou komen. Maar de handel zit erin met mij. Ja. Vanaf jongs af aan ben ik eigenlijk daarmee bezig. Dus zodoende ben ik in het ondernemen gerold. Ja. Okay. Mm-hmm. En je bent daar erg goed in. Hoe goed je het mij vertelt. Vertel me een beetje over je ervaring. Nou, wat doe je allemaal? Dus ik ben begonnen, toen ik pas in Suriname was, dacht ik oké, ik ga misschien iets doen in de retail. Mm-hmm. Dat leek me leuk. Dus ben ik begonnen met een winkeltje met allemaal make-up. Mm-hmm. Make-up en met parfummetjes. En dat was erg nieuw voor die tijd. Prachtig winkeltje. Jullie zijn ook nog geweest met me, maar dan niet met dit programma met ATV over de drempel. En het was heel leuk. Maar retail was niks voor mij, dus ik wilde iets anders doen. Uiteindelijk ben ik dan gerold in het project verkavelen. En zodoende ben ik samen met mijn partner toen met Palm Village begonnen. Ja. En heb ik Palm Village het marketinggedeelte. Hij deed dan de uitvoering en ik deed de marketing. En strategieën ontwikkelen, zodat we het eigenlijk aan de man konden brengen. Zodat men dus het wilde kopen. Want uiteindelijk een perceel kopen doe je niet zo makkelijk. Je kan hier ook niet zo makkelijk naar de bank gaan. Je moet gewoon een enorme aanbetaling hebben. En dat hebben we dus uiteindelijk zo kunnen realiseren dat dat niet nodig was. En dat zijn dus eigenlijk ook nu de nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn binnen dat project. Ja. Gaan we even daarover? Palm Village is natuurlijk een heel groot project. We hebben daarna een kleiner project gemaakt. Mm-hmm. En dat is Palm Grove en Palm Canals. En daar hebben we percelen vanaf 500 vierkante meter. En
hetgeen wat we toen hebben gedaan, vanaf 1999 tot ongeveer 2010, wilde ik dit afgelopen jaar in een nieuw jasje gieten. Eigenlijk vanaf 2018. Dan dacht ik, hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik dat doen? Vervolgens hebben we dus op tafel gezeten, we hebben gesleuteld. Ja. En we hebben dan een product ontwikkeld waar je dus vanaf 160 euro per maand, nou, we moeten het in valuta doen. We hebben daar eigenlijk geen keuze in. Je mag natuurlijk een SED aflossen, dat is geen enkel probleem. Maar vanaf 160 euro per maand, 0% aanbetaling, 100% financiering. En dan kijken wij intern of de persoon dan in aanmerking komt. En dat gaat heel, heel goed. Ja. En jij moet dat managen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Want los van dat je daarmee bezig bent, ben je ook nog mama. Ja. Je hebt je social life. Ja, zeker. Dus hoe combineer je het? Nou, ik denk, dus ik noemde net een gap van 2010 tot 2018. Toen heb ik eigenlijk een soort burn-out ervaren. Waardoor ik dus inderdaad gewoon met mijn neus op de feiten werd gedrukt van ja, je moet gewoon af en toe gewoon aan jezelf denken. En ja, je moet de prioriteiten stellen van oké, zoveel tijd voor werk, zoveel tijd voor je kinderen, zoveel tijd voor het sociaal gedeelte, want ik doe ook sociaal werk. Ja. Maar ook voor jezelf. En dat is een stukje vergeten vrouwen veelal. Ja. Toch? Om even aan jezelf te denken. Even inderdaad genieten van een kop koffie. Van een pauze met een kopje zitten, koffie. Een leuk en op adem hebben. Ja, en een babbeltje met anyone. Leuk persoon. Ja. Maar in ieder geval dat je elkaar op die manier stimuleert. Maar ook jezelf. Dus het is echt heel belangrijk dat je inderdaad een break neemt. En maakt niet uit wat je doet. Ja. Of je nou zo druk bent met ondernemen, of je gaat naar school, of waar je ook bent en werkt. Al werk je thuis, dat is ook werk. Ja. Neem die tijd en geniet gewoon van de rust. Die je, okay, je moet het jezelf gunnen. Dus als ik het goed heb, heb jij een must in je planning, ja, dat je eigenlijk tijd maakt, ja, voor jezelf. Ja. Ik heb daar heel bewust voor gekozen. Heel bewust gekozen om te gaan sporten. Ja. En natuurlijk is het gezond en goed voor je figuur, et cetera. Maar gewoon bewust kiezen van, oké, dat wil ik graag, dus ik ga het doen. Bewust kiezen om met vriendinnen lekker te eten. Heel bewust daarvoor kiezen en het gaan doen. Heel bewust kiezen voor, inderdaad, zelf naar een filmpje kijken. Je hoeft niet altijd gezelschap te hebben, maar daarvan genieten en het doen. En niet steeds uitstellen, mm-hmm, want dat is uiteindelijk wat wij als vrouwen vaak doen. Ja. Maakt niet uit in welke. Ook al met onze eigen gezondheid. Stellen we uit tot het te laat is. En dat is wat ik eigenlijk niet meer doe. En de mensen zou willen meegeven. Vooral vrouwen. Stop daarmee. Neem de tijd voor jezelf. Gun jezelf die 5 minuten, 10 minuten per dag. En dat opent zoveel voor jezelf. Hoe druk je ook bent. En hoe voel je daarna? Heb je een soort van relief? Ja, natuurlijk. Het is heerlijk. Je krijgt gewoon, zeker na koffie, alle endorfine komen los. En met een lekker gebakje erbij komt het helemaal goed. Maar je voelt je inderdaad gewoon veel beter. En je kan dan ook beter reageren op je werk, in je persoonlijk leven, met de kinderen. Tegen ieder kan je dan wat positiever en leuker en misschien gerelativeerder reageren. Niet zozeer dat je, als je moe bent, dat je dat verschuift naar een ander. Ja, klopt. Dat gebeurt vaker. Ja, ja. Oké, hoe ziet jouw werkweek eruit? Jouw drukke werkweek? We beginnen maandagochtend met een kopje koffie. Nou, maandag en woensdag ga ik 's morgens sporten. Ik breng de kinderen naar school. Vervolgens ga ik sporten. Daarna snel naar huis. Dan ga ik dan naar kantoor. En dan doe ik al het werk. En dan daarna naar huis. En dan lekker koken, huiswerk maken. Mijn oudste dochter Ishara zit, of sorry, mijn dochter zit in de 6e klas, dus groep 8, dus dat is natuurlijk extra wat begeleiding. Ja, en mijn zoon zit in 3 HAVO, dus dat is ook wat extra tijd. En allebei aan het puberen, dus je moet daar gewoon wel wat tijd en begeleiding aan schenken. En dan meestal 's avonds, dan neem ik weer dat moment waar we net over spraken. En dan breathe. Even tot rust komen. En dan komt meestal manlief. Ja, manlief, ja. Dan gaan we vervolgens daar weer aandacht aan schenken. Maar dan heb je gewoon voor jezelf wat tijd genomen. Ja. En ik denk dat gewoon een anno bijna 2020, dat we dat wel onszelf moeten gunnen. Oké. Okay. Nou, in welke andere organisatie zit jij nog meer? Ik zei net liefdadigheid. Ik zit bij Quota International. En Quota is een damesgroep, een servicegroep van professionele dames.
En je kan het misschien vergelijken even met een rotary. De meeste mensen kennen een rotary. En, maar wij zijn Quota, Quota Suriname. En de grootste fundraising die wij doen is bijvoorbeeld de Man Cookout. Ja. Op de pier met de Rarica. Dat is pas geweest. En dan geven we terug aan de samenleving, aan wat senioren, burgers, kinderen met een beperking en vrouwen vanuit een achterstandspositie. En we proberen ook heel veel awareness te kweken. Okay. Jullie hebben laatst ook iets gedaan met Pink Ribbon, de Pink Ribbon Month. Ja, we hebben dat ook gedaan. We hebben ook de seniorendag pas gehad. We hebben met, geven altijd rugtas gevuld als het schooljaar begint. Moederdagpakketten doen we ook al heel wat jaren. Dus we zijn wat dat betreft al goed bezig. Oké, is er nog een aan? Ben je nog in meerdere organisaties? Nee, niet dat vergt eigenlijk al best wel veel. Je hebt geen ruimte meer daarvoor? Nee, want binnen die groep heb je natuurlijk subgroepjes. En iedereen heeft een ander gedeelte. Bijvoorbeeld, je hebt voor de hearing impaired, dus de mensen die met een gehoorbeperking zitten. Hebben we ook awareness programma's. Meestal rond 31ste zijn we in de stad. Oh, ja. Dan delen we altijd die eerplekken. Oh ja, klopt. Dus inderdaad. Om mensen aware te maken. En we hebben dankzij ons, en mede dankzij natuurlijk andere instellingen, hebben we nu die screening, die direct bij de geboorte plaatsvindt. Zodat we dan weten of het kind wel of niet kan horen. Dat werd vroeger dus niet gedaan. Klopt. En dat hebben we dus, achter de schermen zijn we heel veel bezig. Oké, nou goed hè. Echt goed. Ik wist dat niet. Ik wist dat niet. Oké, Daniela, heb jij ooit in jouw carrière sprake van tegenslagen meegemaakt? Tegenwerking? Ja, natuurlijk. Dat maak je overal mee in iedere branche. En ik woon dus inderdaad 20 jaar hier in Suriname. En toen ik in Suriname kwam, laat me het zo zeggen. In Nederland was ik echt een Surinaamse, in mijn gevoel, hè? Ja. Echt een Surinaamse. Maar volgens hun niet? Nee. Volgens de Nederlanders was ik natuurlijk ook een Surinaamse. Oh, okay, was een kroephoekje of whatever. Oh ja, ik begrijp het. Maar vervolgens kwam ik in Suriname. Ik ben echt een Surinaamse. Ben jij Nederlander? Ja. Dus dat was hetzelfde gesprek heb ik gehad met Natasha Fonkoen. Hetzelfde ervaring had zij gedeeld. Klopt. Het is echt zo. Dus je voelt je in Nederland echt een Surinaamse, maar als je hier komt, dan heb je ongeschreven regels en een heleboel zaken waar je eigenlijk helemaal niks van af weet. En natuurlijk in Nederland ben je nogal blond. Hè? Je zegt gewoon, oké, als de koffie niet lekker is bij je van spreken, is het heerlijk. Laten we dat voorop stellen. Maar dan geef je het aan en hier zou je het niet doen. Nee. Toch? Dan mensen doen dat dan niet zo snel. En, mensen geven niet zo snel complimenten. Ook. Dat weet ik wel. Maar tegenovergestelde ook niet. Men geeft dus niet direct de waarheid direct in je gezicht. Ja. Dat niet zo snel. Dus men is dan behoudener. Laat maar dat zeggen. De Suriname is wat behoudener. Het is natuurlijk zo'n pros en cons. Maar als je uit Nederland komt, dan doe je het wel. Want daarmee ben je eigenlijk opgegroeid. Ja. En dan krijg je daarin natuurlijk niet altijd een medewerking. Terwijl het niet zo bedoeld is hoor. Dus, als ik mensen heb beledigd, mijn excuses nu, alle jaren, dat was absoluut niet mijn bedoeling. Ja. Maar in principe, niet uit beledigen, maar uit feedback, als het nou positief is of negatief, moet je wel uit kunnen leren. Jazeker. Want meestal zeg je wel iets tegen iemand en je dat persoon niet meer doet. Ja, maar dan moet men, ik denk dat je het op gewend moet zijn en je moet ervoor openstaan. Ja. Kijk, misschien sta jij ervoor open. Ik ook, en, maar dat leer je gaandeweg. Maar niet iedereen is zo. Oh, okay. Dus kunnen sommige dingen in het verkeerde keel gaan schieten. Ja. Maar we proberen, we doen ons best, we leren inderdaad en we gaan gewoon. En wat is jouw beste manier om om te gaan met tegenslag? Volgens jou, uit jouw ervaring? Ik denk beginnen met een nieuw project. Oké. Loslaten, ja, dat loslaten, een uitdaging aangaan en het doen. Okay. En die accomplishment halen en vervolgens inderdaad erbij stilstaan van luister, je hebt reeds dat gedaan. En dat is niet altijd wat wij als vrouwen ook doen. We nemen niet zo snel een compliment of we geven onszelf niet zo snel een compliment, terwijl een man daarentegen wel.
toch? Okay. Een man is sneller geneigd om zichzelf te... Ja, kom op. Maar een vrouw is daar wat humbler in en die durft dat misschien nog niet zo snel. En ik denk dat we als vrouwen dat ook best wel mogen. Natuurlijk hoef je niet of whatever te doen. Ja. Maar gewoon inderdaad zeggen, ja, goed gedaan. Goed gedaan van jou in elk geval. Want je hebt eigenlijk een pauze genomen vandaag. Ja. Om met mij een kopje koffie te drinken en een lekker babbeltje te maken. Ik stel deze bijdrage van jou zeer op prijs, Danielle. Nou, van mij krijg je ook, of van Puro, en ik mag hem overhandigen, krijg je zo'n koffiekan. Ja, voor de road. Dus je hebt je koffie altijd bij je. Oh, ja, geweldig. Alsjeblieft, Dani. Dank je wel. En fair trade. Ja. Ik kan je niet langer ophouden. We zijn ook aan het einde gekomen van onze koffiebreak. En ik zie jou bij de volgende aflevering. Bye bye.